Ich bin wie du. Ah, ich bin wie dan. Ik weet de tekst niet. Hey, welkom bij Koken met Jeffrey. Ik ben niet Jeffrey, want Jeffrey is thuis, want corona. Maar we hebben wel de Jeffrey-cam in beeld. En daar zie je dus wat Jeffrey aan het doen is. Hallo Jeffrey. Ik ben Jeffrey. Precies. We gaan vandaag lekker koken. Waarom? Weet ik niet. Ik vind het leuk om te koken. Ik denk, waarom niet combineren? Filmpje maken, dingetje koken, smikkelen geblazen. Vandaag gaan wij een klassiek recept maken. En dat heet macaroni salad in het Duits. Het is een Duits recept. Macaroni slaatje. Fucking lekker. Fucking veel. Dus lekker vullend voor je buik. Super chill. Allereerst hebben we nodig motherfucking veel macaroni. 750 gram gekookte macaroni. Je ziet het hier liggen, het is echt een wasstel vol, of een afwasstijltje vol. Daar gaan we ook alles in maken, want anders heb je gewoon te veel over zo meteen. Dan heb je allemaal bakjes, allemaal troep. En dit gaan we daarna nog in bakjes distribueren en aan mensen geven. Voedselbank, here we come. Waarom zoveel? Je kan dit recept eigenlijk niet klein maken. En dat is heel jammer, maar ook wel heel chill, want je hebt altijd genoeg macaronislaatje in je koelkast staan. En het is echt, oh, het is zo lekker. Het is echt zo fucking lekker. Dus dat gaan we lekker doen. Mocht je nou denken van, ja, maar het is wel echt heel veel. Ik bedoel, ik ben maar met z'n tweeën of iets in die trend. Doe het in een bakkie, zet het bij je oma voor de deur en bel aan, ren weg en oma in de war, weet ik veel. Augurken in blokjes. Lekker makkelijk, hoeven ze zelf niet allemaal te snijden. Gekookte worst. Gekookte Gelderse worst. Gaat ook in kleine blokjes. De hele worst gaat erin. Hele kleine stukjes. Plop, 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 plop. Lekker smikkelen. Hamblokjes. Gewoon van die, ja, super simpele Albert Heijn troep. Smek. Wat is smek? Niemand weet het. Hey Google, wat is smek? Slaan. Oh, dat is niet het antwoord wat ik wilde. Uitjes, zilveruitjes, crispy mais. Dit is raar, maar het is wel lekker. Mayonaise, nee, er gaat niet 2,5 pot in. Er gaat ongeveer 3/4 pot gaat erin. En dit is een pot van, ik denk, zo'n 650 milliliter. Er gaat 3/4 pot in. Ik had hier nog 1/4 in zitten. Hier gaat een halve uit. Smikkelen. Doppertjes en worteltjes. Pot van hak. Als je nu mij kaal denkt, ben ik Herman den Blijker. Ik ben stiekem zijn zoon. Niet doorvertellen. En eieren. Dit zijn er 2, 4, 6, 8, 9 eieren. Er waren er 10. Mijn moeder houdt van eieren. Nu heb ik er 9. Ga nog een klein beetje peper, een klein beetje zout in. En dan ga ik lekker beginnen met koken, denk ik. Om te beginnen, macaroni koken, helemaal ijskoud laten worden en in een afwasstijltje doen. Ik heb het allemaal al van tevoren gedaan, want anders staan we 7 minuten lang te kutten. Geen zin in. Lekker alvast gedaan. Klaargezet. Mooi opschuiven. Eieren mogen in blokjes. Nou, dat kan je fucking moeilijk gaan doen en heeft niemand zin in. Wat doen we? We pakken, zoals mijn familie uit Den Haag dat zegt, een eiersnijer. En dat is genieten. Dat is gewoon heel mooi spul. Er ligt eitje erin, klats en kapot. Super chill, massamoord. Worst gaan we zo een stukje snijden, komt helemaal goed. We beginnen met de eitjes, net zo makkelijk. Kijk, het mooie van dit recept is, je kan alles gewoon ondertussen doen en je flikt het allemaal in die bak. Pak de grote lepel, hotsen, hotsen, hotsen. Klaar, feestie, lekker smikkelen. We beginnen met een eitje. Leggen we in de eiersnijer. En zo in plakjes. We doen hem open. We leggen hem zo neer. En dan doen we hem nog een keer. Dat vindt hij nooit leuk. Het eitje. Zo, atse flats. En kijk, je hebt gewoon stukjes ei, jongens. Hoppatee, in de bak. Waarom ik kookvideo's maak, want ik was natuurlijk nooit echt bekend om de kookvideo's. Dat is, ik vind koken echt super leuk. Bakken vind ik nog leuker, vandaar mijn schort. Colin, patissier sinds 1997, what up? Ik vind het echt fucking leuk om te bakken. Dat gaan we ook nog doen, een keer. Maar ik denk, we beginnen nu een keer met iets wat je een grote voorraad kan maken. Wat je gewoon bij mensen voor de deur kan neerzetten. Voor de mensen die het nodig hebben. Want het is een soort van kerstmis. Nee. Ik denk, ja, waarom niet dat ook combineren met iets wat ik leuk vind om te doen. En dat is video's maken. And look where we're now. En het koken met Jeffrey. Want Jeffrey is erbij, zoals je ziet, op de Jeffrey Cam. Ja, dit is echt zo'n massamoordmachine, jongen. Holy shit. Zoals jullie misschien wel nog weten van vroeger. Ik ben wel zo'n persoon die heel veel van die praatvideo's maakt altijd. Dus dat ik gewoon een beetje stom aan het lullen was. En dat kan ik nog steeds doen. Maar waarom dat niet combineren met iets wat ik leuk vind? Koken. Nou, bij deze jongens. Lekker koken met Jeffrey. Dit is wel echt zo'n receptie. Dat je denkt, hé, ik ga vanavond uit. Misschien kom ik een paar lekkere chicks tegen.
dan moet je dit niet eten. Dat is niet aan te raden. Want je muurt naar ei, jongen, daar word je bang van. Voor de mensen die het echt interesseert ook. Met mij gaat het goed. Ik ben natuurlijk 2 jaar weg geweest van YouTube. Nou, ik heb 1 klein uitstapje naar Heroes gemaakt, serie van David uiteraard. Die dacht, ik zoek een van de beste acteurs van Nederland. Maar die kon allemaal niet, dus dan werd ik maar gevraagd. Dus daar heb ik een keer aan meegedaan, dat was hartstikke leuk. Jammer dat er geen tweede seizoen komt, ik had het graag nog een keer gedaan. Maar ik werk. Ik werk bij de grote Magenta Telecom gigant. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Telefoons verkopen, abonnementen verkopen. Mensen telefoons aanraden, helpen. Nou, dat soort dingen, dat doe ik. En dat vind ik super leuk om te doen. Wij gaan eventjes de uitjes afgieten. Dat doe ik even daar. En ik ga jullie niet meenemen, want ik ben geen idioot. Ik kan wel ondertussen gewoon tegen jullie praten. Want ik heb natuurlijk gewoon een microfoontje om als de professionele YouTuber die ik ben. Waarom ik weer ben begonnen met YouTube? Dat is wel een goede vraag. Ik had een lange relatie van 4 jaar ongeveer. Toen was ik heel veel met YouTube bezig. In het begin vooral. Toen was het eigenlijk zelfs zo dat als we dan een keer samen waren, naast werk of iets in het, of na school, dan moest ik nog eventjes snel voor een DDG, een GTA Online maken. Of ik had nog eventjes een call met Kevin of wat dan ook. Ja, dat was ook niet leuk voor haar. Daarnaast had ik er toch minder zin in gekregen. Ik vond het gewoon niet meer zo leuk. Het was een beetje de tijd dat een Snapking, of die Tim, sorry, dat hij heel groot werd. En ja, dat trok ik gewoon niet helemaal. Want weet je, dat soort lui, die doen YouTube niet omdat ze creators zijn. Of omdat ze young professional videographers zijn. Hey Colin, hey Ivar, hey allemaal die meedoet met mijn wereld. Nee, die deed het gewoon puur voor het geld. En voor de kliks en voor de bekendheid. En dat begon een beetje irritant worden. Het werd gewoon niet meer serieus genomen. Weet je? YouTubers waren alleen maar, ja, nou, alleen maar is overdreven, maar waren veelal negatief in beeld. Wil je daar dan mee worden geassocieerd? Nee, dankjewel. Kijk, de doppertjes en worteltjes die ik hier heb, die moeten eventjes gesneden worden. Niet de doppertjes, ik ben geen idioot. Maar de worteltjes wel, want die zijn gewoon best wel groot. Ik raad altijd aan om het scherpste mes te nemen wat je hebt. Pas er wel mee op, mensen. Weet je, het is koken. Iedereen kan koken. Zoals ze zeggen, ratatouille. Iedereen kan koken. Dat is wel waar. Maar pas alsjeblieft gewoon op met messen, want ze zijn fucking scherp. En deze vooral, dit is echt zo'n chefsmes. Je legt gewoon zo je vinger eraf. Laten we daarop houden. Dus we doen eventjes snel een worteltje, choppen we in stukjes, hadse flats. Grote tip bij het snijden van dingetjes. Je kan het zo doen, zoals ik hem nu vast heb. Maar dan ga je hierin snijden op een gegeven moment. Het kattenklauwtje. Dus je houdt je hand zo. En dat hou je op iets. Dat kan ik zo meteen beter bij die worst laten zien, omdat die wat groter is. Net als bij mij. Maar in dit geval, ik heb met een worteltje, pak ik hem gewoon zo ver mogelijk aan de achterkant. En dan duw ik hem langzaam naar het mes toe. Ik zal even een beetje toelichting geven op mensen die ik vet chill vind om naar te kijken. Qua kookvideo's. Allereerst is echt een van mijn all-time helden binnen het hele voergebied. Kees Holtkamp. Dit is zijn boek, De Banketbakker. Dit is echt mijn bijbel. Als ik iets aan het maken ben, hoe doet Kees het ook alweer? Pak dat boek erbij, ga ik bladeren. Ik heb zelfs wel ergens een fotootje van Kees hierin zitten volgens mij. Ja, hier staat hij volgens mij op. Kijk. Dat is Kees. Kees is de man die kroketten op de kaart heeft gezet. Dus Kees, maar Kees is toch meer iemand op het gebied van desserts en banket en weet ik veel wat. Maar op het gebied van het meer hartige koken, ja, dan moet je eerder denken aan een Job en Perry van 24 Kitchen. Dat vind ik 2 echt gouden gasten. Dat is echt prachtig. Ik heb helemaal niets met Rotterdam eigenlijk. Dat is gewoon, ja, dat is niet mijn ding, simpelweg. Maar Job en Perry vind ik wel echt schitterend. Hey Google, wie is Nick Toet? Op de website nl.everybodyleaky.com zeggen ze: Nick Toet is een Nederlandse presentator en cameraman van de website Dumpert. Exact. Nicky Toet. Nick, mocht je nog een keer willen samenwerken, hit me up. Ik ben single. Nee, Nicky Toet, ik moest er wel heel erg om lachen. Want als je oude video's van mij terugkijkt, wat lastig is, want ik heb alles offline gehaald. Dan hoor je daadwerkelijk dat Nick in zijn kookvideo's, kookshow wou ik zeggen, kookvideo's, een beetje hetzelfde praat als ik in mijn weekendvlogs. En zoals ik praat van mezelf. Dus Nick, als ik stiekem jouw
grote YouTube-voorbeeld ben. Laat me even weten, want jij, vriend, jij bent mijn voorbeeld in koken. De doppertjes zijn nu over. Alle worteltjes zijn gesneden, zoals je ziet. En de doppertjes mogen ook lekker bij ons. Bakje erin. Hatsenflats. De mais. Zo, hatsenflats. De smack. De smack. Het is een raar spul. Smack is echt super raar. Het is een soort restvlees bij elkaar. Nadeel van deze smack is dat je die in hele kleine blokjes moet snijden. En dat het eigenlijk van zichzelf één super groot blok is. Dus dat gaan we eventjes mooi doen. Blokje, 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 smack. Blokje, 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 smack. Waarom ik weer ben begonnen met YouTube? Ik miste het. Ik had weer zin om wat met video te doen. En op deze manier kan ik toch wat leuks doen. En Kevin vroeg het aan me. Ik zei, natuurlijk Kevin, wat leuk dat je me vraagt. Wat super gaaf. Dat zei ik niet zo letterlijk hoor. Maar ik moest eerst echt even over nadenken. In het begin, toen ik net was gestopt, had ik het met Paul erover, King Alert. Ik zei tegen Paul, ik ben niet van plan om snel weer te beginnen. Toen zei hij nee, dus je wordt niet zoals bijna elke YouTuber zegt, ik stop ermee en ik ga weer beginnen. Ik zei, nou, ik denk het haast niet. Die kans lijkt me vrij klein. En here we are. Ik haat plastic verpakkingen, echt. Ik vind het verschrikkelijk. Spekkies. Hamblokjes trouwens, helemaal geen spek. En dan de kookworst, jongens. Dit is echt, dit is goud, jongen. Deze worsten, dat is toch goud, hè? Helemaal knetterworst. Wat ik doe, is ik maak eerst een inkeping over zijn ruggetje. Op deze manier. Want meestal zit er om die kookworst nog een velletje. Kan zijn dat het bij deze niet zit. Dan heb ik hem gewoon een beetje aangevallen. Als je dit nu weer aan elkaar lijmt, dan kan je vanavond je vriendin bellen. Dan zeg je, schat, ik heb zin. Ik heb condooms meegenomen. Goed. Ik maak er eerst gewoon lekker plakjes van. Want weet je, altijd eerst even... Gewoon een plakje eiten. Fuck it. Dan denk je echt dat er iemand is die denkt... Oh nee, we hebben worst te weinig. Nee, want ik ben de chef Dave Bekhouwer. Jullie kunnen uiteraard in de reacties iets achterlaten wat jullie mij de volgende keer willen zien maken. Dat kan gewoon. Het is interactief, hè? Het is niet dat ik iemand ben die zegt ik neem 1000 video's op een dag op, want daar heb ik gewoon geen inspiratie voor. Laat gewoon weten en misschien reageer ik. Kijk, dit hoeft niet per se in dobbelsteens worden gesneden. Het hoeft niet exact allemaal op dezelfde lengte. Absoluut niet. Maak er wat van wat je wil. Dit recept is gewoon, je haalt alles in huis. Je tieft het in een afwasstijl en je kijkt of het lekker is. En dat is gewoon echt een feest, jongen. Dat is echt een feest. Alles zit in de bak. Het is echt heel zwaar. Ik weet niet hoe zwaar. Ik moet echt een weegschaal pakken. Maar dit is denk ik echt een kilootje of 2, 3, denk ik wel. We hoeven nu niks meer te snijden, dus het mes mag lekker aan de kant. En we gaan het nu lekker op smaak brengen. Beetje peper, zout. En zout, maar royaal hoor. Die macaroni die heeft echt, die heeft bijna geen smaak van zichzelf. Dus een beetje peper en zout is prima. Gaat deze hele pot mayonaise erbij. Nou, dat moet je niet letterlijk opvatten, dit is een half lege pot. Dit is een halve pot mayonaise. Kijk, je wil ook niet dat de hele dag heel je klauwen onder de mayonaise zitten. Normaal gesproken zou ik mayonaise zelf maken. Nu even niet, ik had geen zin. Ik had zo'n pot, 650 milliliter is, zeg even 450. 450 milliliter mayonaise. 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 Kijk dan, jongen. Oh, dit is veel, maar wel lekker. En dit is eigenlijk het hele recept. Het enige wat nu belangrijk is, is dat je het goed, heel goed doormengt met elkaar. Dus we pakken gewoon die lepel erbij. We jensen het gewoon lekker door elkaar heen. Zorg er echt voor dat eigenlijk overal macaroni zit. En dat overal mayonaise zit. En overal ingrediënten. Het moet gewoon lekker goed door elkaar heen gemengd zijn. En dan zie je al wel wat voor gigantische massa we hebben. Je wil gewoon niet hebben dat je op een gegeven moment een hap neemt. Dat je gewoon een hap mayo in je bek hebt. Dat wil je niet. Je wilt gewoon alle smaken bij elkaar hebben. Mocht je nou denken van nou dit is wel echt heel veel mayonaise. Schroom niet om er een klein beetje water of zo bij te doen. Het liefste augurkenzuur. En daar zit natuurlijk nog een beetje smaak aan. Maar je kan ook bijvoorbeeld een klein beetje citroensap erin of wat dan ook. Het lekkerste om dit te eten is met een bokworst erbij. Zo'n grote dikke frankfurterworst. Dat is die van mij. En die leg je lekker bij elkaar. En dan op die worst een klein beetje mosterd. Als je niet van mosterd houdt, doe je het niet. Ga dan weg. En dan doop je die worst in dit macaroni slaatje. Dat is echt de hemel. Dat is zo lekker. Ik denk dat we hem wel hebben zo. Macaroni slaatje. Dit is hem. Dit is
oom Jans macaroni slaatje. Zo maakt mijn oom mat uit. Dank jullie wel voor het kijken naar mijn kookshow. Koken met Jeffrey. Dankjewel Jeffrey. Volgende keer gaan we weer iets heel anders maken. Als je suggesties hebt die denkt, nou dat wil ik eigenlijk wel weten hoe je dat maakt. Laat achter in de reacties. Ik ga het voor je maken. Vergeet niet te kijken op mijn eigen kanaal. Koel van de Bos. Doe er niet heel veel. Er zat af en toe wel een leuk liedje op. Volg me op Instagram. Herkolim. En abonneer uiteraard op OneUpHub. Laat een like achter. Gooi hem op Twitter. Op MySpace. Op Facebook. Op Tumblr. Op TikTok. Noem het maar op. Als je dit zelf hebt gemaakt, stuur me een fotootje op Twitter. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Eet smakelijk. Tot de volgende keer.